Zo'n 80 miljoen jaar geleden liepen er horden viervoetige dinosaurussen over de aarde. De ceratopsen, en dat betekent de gehoornden. Zij waren herbivoren, dus planteneters. En ze hadden dikke lichamen met monsterlijk grote koppen, met verschillende soorten horens en schilden. De bekendste ceratops was de Triceratops. En de naam zegt het al. Hij had drie horens op zijn kop. De Triceratops leek een beetje op de neushoorn. En hij kon wel 9 meter lang worden. Die dino die met die drie horens eet enkel alleen maar wat groen. Hij vangt niemand aan als je hem maar laat gaan. Het was echt een dino van toen. Hij was ronduit monsterlijk lelijk. Maar hij vat je tenminste niet op. Vier poten en staart. Niemand aan als je hem maar laat gaan. Het was hem verdiend.